Ik denk dat de passagier zal gaan merken dat het niet alleen op Schiphol, maar ook in het vliegtuig zelf langer gaat duren. Dat wil zeggen, wat je tegenwoordig al meemaakt, dat als je eenmaal in het vliegtuig zit, dat je langer zal moeten wachten voordat het vliegtuig kan vertrekken. Voordat er toestemming is van de luchtverkeersleiding om te gaan starten. En het zal ook betekenen dat er vaker rondjes gedraaid zullen moeten worden voordat er geland mag worden. Al dat soort dingen leidt tot langere vluchten en meer vertragingen. De vroege ochtend op Schiphol. Het team dat vertrekkende en overstappende passagiers begeleidt, bereidt zich voor op een drukke ochtendspits. Vandaag hebben we een relatief drukke dag met 207.500 passagiers. Vertrekkend 66.000, aankomend 61.500. En transfer is wel hoog, zo'n 80.000 passagiers. Dit weekend begint voor Schiphol de drukste periode van het jaar, de zomervakantie. In nog geen 2 maanden tijd verwacht de luchthaven 12,8 miljoen passagiers. Dat is weer meer dan vorig jaar. Oma voor Bernd, waar we voor de zomer een getal hebben van 200.000 passagiers per dag, gaan we in de zomer naar 210.000, 220.000 passagiers. Hele drukke momenten zoals richting 230.000. En dat gaan de reizigers wel merken, dan zijn er meer wachtrijen. Maar niet alleen op de grond is het druk. Ook in de lucht is het dringen geblazen. Dit is Blue Sky, een tool die wij gebruiken om stromen luchtverkeer te onderzoeken, hoe die zich gedragen. En op dit moment kijken we naar een echte opname van het drukste stukje luchtruim in Europa, dit vliegveld. Hier ligt Nederland. En we zien hier eigenlijk een aantal verkeersstromen samenkomen. En wij onderzoeken hoe die op elkaar reageren en hoe je die zo efficiënt mogelijk langs elkaar kan laten gaan. Vorig jaar nam het aantal vluchten in heel Europa met bijna 4% toe tot 11 miljoen. De verwachting is dat dit deze zomer verder zal stijgen. Kun je hieraan zien dat het druk is in het Europese luchtruim? Nou, op het moment dat je van die vliegtuigen zo ziet samenvoegen en dan achter elkaar gaan, dat is een voorbeeld van een punt waar een knelpunt zit. En van die drukte gaan passagiers last krijgen, vrezen luchtvaartmaatschappijen. Ik denk dat de passagier zal gaan merken dat het niet alleen op Schiphol, maar ook in het vliegtuig zelf langer gaat duren. Dat wil zeggen, wat je tegenwoordig al meemaakt, dat als je eenmaal in het vliegtuig zit, dat je langer zal moeten wachten voordat het vliegtuig kan vertrekken. Voordat er toestemming is van de luchtverkeersleiding om te gaan starten. En het zal ook betekenen dat er vaker rondjes gedraaid zullen moeten worden voordat er geland mag worden. Het zal ook vaker gebeuren dat na landing vliegtuigen een tijdje moeten wachten voordat ze aan de gate kunnen worden geparkeerd. Dus al dat soort dingen leidt tot langere vluchten en meer vertragingen. Ja, maar de queue starts over daar. De eerste problemen van de dag dienen zich aan. Or before 9:40, please come to us. If your flight is leaving after 9:40, please wait in the queue. Het gaat niet helemaal lekker hier. We hebben een storing aan het self-service systeem. Dus dat is het systeem wat automatisch je paspoort leest. Het komt dus weer gebeld. Met Bernd. Door de storing zijn overstappende passagiers bang dat ze hun aansluitende vlucht missen. Deze overstappers zijn heel belangrijk voor Schiphol. Ze vormen 40% van het totaal aantal passagiers. Ladies and gentlemen, please check your departure time. It has to be 9:45. De jongens werken als een malle. Dus ik denk niet dat iemand zijn vlucht mist. Ik denk dat het goed komt, maar ja, het is gewoon even druk tot hoever samen. Chocolates. In het luchtruim is de drukte inmiddels zo groot dat de Europese luchtvaartautoriteit EASA met een oproep komt. Piloten en luchtverkeersleiders moeten zich aan hun vooraf opgesteld vliegplan houden. Een vliegplan is de route die de piloot meekrijgt voordat hij zijn vlucht begint. En die wordt in de navigatiecomputer aan boord van het vliegtuig gedaan. Het vliegplan volg je. Wanneer er allerlei redenen zijn om af te wijken, dan kan dat. Het is een plan en daarmee geen dictaat voor de uitvoering. Maar het is wel hetgeen je probeert uit te voeren. De EASA is nu met dit document gekomen, deze notitie. Wat staat erin? EASA is de Europese regelgever voor luchtvaart. En die houdt zich onder meer bezig met het efficiënt benutten en opereren in het Europese luchtruim. EASA geeft daarbij aan dat het van belang is dat er niet onverwacht vliegtuigen van een vliegplan afwijken en daarmee ergens bottlenecks ontstaan. Waar vliegen we eigenlijk? We vliegen nu in de buurt van Schiphol. Hier ligt Schiphol op het navigatiedisplay.
In de praktijk wijken piloten in overleg met de lokale luchtverkeersleiding regelmatig van hun vliegplan af. Bijvoorbeeld om vertraging in te lopen. Het kan ook zijn dat je onderweg bent van Brussel naar Parijs en eigenlijk door zou gaan naar Bordeaux, Madrid. Maar dat je in opdracht van de verkeersleiding of op eigen verzoek al direct naar Madrid vliegt, omdat dat beter uitkomt. Gebeurt dat vaak, dat bochtje afsnijden eigenlijk? Een aanpassing van de route gebeurt regelmatig. Maar zulke aanpassingen kunnen grote gevolgen hebben. Het Europese luchtruim is enorm versnipperd. Elk land heeft zijn eigen luchtverkeersleiding. Een oplossing voor de ene luchtverkeersleider kan een probleem zijn voor de ander. Een luchtverkeersleider zou nooit dat soort beslissingen moeten kunnen nemen zonder zicht te hebben op wat er even verderop gebeurt. Er wordt al decennia gesproken over één Europees luchtruim. Dus niet elk land zijn eigen luchtverkeersleiding. Maar dat komt niet van de grond. Ondertussen is het maar de vraag of de oproep van de EASA iets gaat doen aan de filevorming in de lucht. Het druist in tegen al datgene waar wij vliegers voor opleiden. Zoals de meest efficiënte route vliegen, de kortste route vliegen. Dus als EASA dit voor elkaar wil krijgen, dan zullen ze zich toch vooral moeten richten op die lokale luchtverkeersleidingsorganisaties. En die gewoon zeggen, dat moet je niet meer doen, punt. Wat als u er zich niet aan houdt? Dan denk ik dat er hoogstens een vraag over kan komen. Op dit moment vliegen wij iets anders dan het vliegplan, maar wij zullen hier zo meteen indraaien voor 36 links en dan landen we op Schiphol. Zijn we op tijd? We zijn helemaal op tijd, want we zijn de enige in het luchtruim en dus alles gaat goed. Maar in werkelijkheid moeten we er rekening mee houden dat de vertragingen de komende jaren alleen maar erger worden. Wat voor dag was het vandaag? Het was vandaag een goede dag, een beheersbare dag. Op één lange wachtrij na door een storing is voor de rest erg goed verlopen. Het viel dus mee? Het viel mee vandaag.